boontjesalade gaan we maken. De eerste spessiebonen zijn er nu weer. Dus we gaan ze blancheren en dan gaan we ze koud spoelen en dan maken we hier een salade van. Dus met, vooral met warm weer, frisse salade. En dan doen we persik erbij. Boontjes, persiken, basilicum hebben we nodig. Amandelen, goede olijfolie, sherryazijn. Kan ook een andere rode wijn zijn, kan. Of verzuur. Kijk, ik heb toevallig hier postelijn liggen. Ik kan ook basilicum pakken, verveine of rozemarijn. En dit is zeekraal. Dat is nu ook heel veel zeekraal. Beetje dat zoutige, ziltige. Het is ook lekker in zo'n salade. Je krijgt ook een beetje dat crunchy. Kun je ook weglaten als je dat niet hebt. Hoofdbestanddeel: bonen, persik, basilicum. Dat gaan ze schoonmaken. Ik haal het maar één kant eraf. Ik laat eigenlijk de onderkant laat ik altijd aan zitten. Die gaan we blancheren. Dus je hebt ijswater nodig. Dat we ze meteen koud kunnen spoelen. Ruim water, belangrijk. En ruim zout. Dus lekker veel zout. Iets verder dan beet gaan blancheren we ze. Op ijswater, kijk. Dan blijft die kleur mooi groen. Dat willen we natuurlijk. Gewoon even kort. En dan... Hoppa. Zo wil je ze eigenlijk hebben. Mooi groen. Zachte olijfolie, niet van die harde olijfolie. Beetje olijfolie. Druppie sherryazijn. Mag ook rode wijnazijn pakken. Je hebt tegenwoordig... Maar geen natuurazijn, dat is niet echt lekker. Ik doe altijd zo even, een beetje. En dan. Een beetje zout. En fleur de sel, dat is wel belangrijk, fleur de sel. Dus geen fijn zout, maar fleur de sel. Klein beetje ras van. We hebben hier die persikken. Dan gaan we. Deze zijn heel erg rijp, dus die gaan we gewoon even uitsnijden. Kijk, dat snijden we zo. Dat doen we in de olie. De grap is, die spessiebonensalade, die kwam ik tegen in Tel Aviv. Ik kwam best wel veel in Tel Aviv om die groentekeuken een beetje te ontdekken. Heel veel restaurants waar ik zat te eten kreeg je altijd boontjes, koude boontjes met citroen. En dan deze dan hangop op yoghurt, ophangen yoghurt of met satakruiden eroverheen. In Frankrijk, in Parijs heb ik ook wel eens boontjes gegeten. En dat was dan weer met persik en dat was Belle en Passard, dus die groentekok die 3 sterren heeft. En nu doen wij eigenlijk een beetje een mix van die twee, een beetje op Madeleine's manier. Dus wij doen gewoon een beetje een ruige bonensalade. Dus we hebben die bonen geblancheerd. Die gooi je erbij. Hoppakee. Dit is postelijn. Je kan ook platte peterselie pakken, bieslook. Ik vind persik, basilicum. Dit is trouwens een hele mooie basilicum. Die moet je dan scheuren. Die scheur je gewoon stukken van. Dat is te sterk. Of je pakt een schaar en je knipt er blaadjes van. Dat kan ook. Zeker al. Hup. Eén keer in het midden. Toevallig heb ik nu tomaten liggen. Kunnen we er ook bij doen. Klein beetje olijfolie. Heel leuk is voorgerecht of als bijgerecht. Ja, ik probeer dat een beetje... Nou, lucht erin krijgen is moeilijk, maar dat het een beetje, dat het niet te netjes ligt. Dat het een beetje netjes rommelig. Dus het is ook belangrijk bij zo'n salade dat er niet alleen bovenop persik ligt, maar dat overal, dus dat je halverwege bent, dat je ook nog een stukje persik hebt. Geroosterde amandelen. Dan doen we nog een klein beetje olijfolie eromheen. Hang op, yoghurt. Gewoon yoghurt hebben ze een dag op een doek gelegd. Komt het vocht eruit, dus dan blijft er een hele dikke yoghurt over. Een beetje, lijkt wel een beetje Griekse yoghurt. Sesam, maanzaad, gedroogde oregano, satarachtige kruiden erheen gegooid, specerij.
Kijk, nu heb je helemaal leuke gerechten. Er zit hier gewoon een heel leuk bedrijf in Utrecht. Stadsjochies, die kweken allemaal bloemen. Zitten in vlak bij Galgenwaard. En die leveren één keer in de week allemaal eetbare bloemen voor ons. Leuk. Eet smakelijk. Bonensalade met yoghurt.